Antwerpen en OHL speelden twee seizoenen geleden nog in de eindronde tegen elkaar. Nu moeten ze het stellen met een anonieme plaats in de middenmoot. OHL neemt een goede start met enkele fraaie kansen als gevolg. Het is lang wachten op gevaar van de thuisploeg. Oris met een goede trap. En Dissenberg moet in twee tijden redding brengen. 0-0 na 45 minuten. Eerste kans na de pauze is wel meteen raak. Vermeire van op afstand. Heel fraai in de bovenhoek getrapt. 0-1 voor Oud-Heverlee-Leuven. Heel knap doelpunt van de jonge spits. 0-1 dus, maar die tussenstand staat niet lang op het scorebord. Put profiteert van een misverstand tussen Dissenberg en Vaze en 1-1. Dat is meteen ook de eindstand. Toch is er goed nieuws voor OHL, want met dit gelijkspel zijn ze ook meteen definitief zeker van het behoud in de Exki League.